Welkom bij het webinar Onzekerheid van Prognoses. Een belangrijk onderwerp wat met het maken van afvalwaterprognoses te maken heeft, is wat weten we eigenlijk niet en hoe zit dat precies en wat is de bandbreedte? De onzekerheid houdt ons allemaal bezig en daar houden we de komende 50 minuten meer over. Dit is een webinar in het kader van het programma Afvalwaterprognoses, waarin we de komende jaren toewerken naar een nieuwe praktijk om het steeds slimmer te doen met de informatie die we hebben. Daarvoor doen we projecten samen met een community of practice. Veel betrokkenheid vanuit de waterschappen en aanverwante organisaties. Mijn naam is Maarten Klaas en ik mag de kop en staart vandaag doen. Vragen mogen in de chat tussendoor of steek je handje even op, dan kom je aan bod. Mocht je de presentatie niet helemaal fullscreen zien, dan klik even in de galerij op de spotlight knop, dan gaat het helemaal goed komen. Graag jullie aandacht voor Inge van der Velde. Neem ons mee. Dankjewel. Welkom bij dit webinar over onzekerheid van prognoses. Ik neem jullie mee op een reis die wij als werkgroep hebben gemaakt. En die reis, die weg die wij bewandelen, die is nog best wel een beetje hobbelig. We denken dat we op goede weg zijn en dan komen we tot de conclusie dat we toch een stapje terug moeten zetten. Wat ik heb opgeschreven als er ondertiteling, ook dit project lijkt op het project met mensen. Het gaat wel eens anders dan dat je verwacht. Om eventjes bij het begin te beginnen, ik neem jullie mee. Ik zie er komt een melding binnen dat iemand een zwart screen ziet. Is dat, ja, via de chat zie ik dat. Ik wil de microfoon eruit. Oké, nou dan ga ik uit en dan... Het gaat goed. Prima. Oké, ik neem jullie even mee, of deze presentatie neem ik jullie mee over waar we jullie hebben achtergelaten op het begin van dit jaar, op 7 maart. Ik was er zelf niet bij, dus misschien val ik in herhaling, of vallen we als werkgroep in herhaling, maar dat is dan even niet anders. De werkgroep die dit doet, bestaat uit een aantal leden, die wil ik toch eventjes noemen. Loes van der Linden van Waterschap Rijnland, Mark van der Wulp van Hollandse Delta, Bob van S van Vechtstromen, Juan Bonilo Martinez van Waternet, Jeroen Stokman van Rivierenland, Kees Broks, hij loopt net weg, mijn steun en toeverlaat, of onze steun en toeverlaat met schrijven en mij eraan herinneren dat ik dingen moet doen. Daar ga ik nou echt los. Hoe was het ook alweer? Als je een asset wil gaan ontwerpen of je hebt een asset die te klein is, wat voor asset dan in de waterketen dan ook, dan wil je daar een prognosegetal aan koppelen. Dan wil je daar uiteindelijk een besluit over nemen over hoe ga ik dat ding aanpassen, hoe groot, hoe lang, hoe breed. Dat zijn dingen die je doet op basis van een prognosegetal. Hoe het bij mij voorheen ging toen ik zelf nog aan het bouwen was, is dan krijg ik een getal. En dat getal had namelijk voor een hard getal aan en daar ging ik op prognoseren en dan ga je dimensioneren en vervolgens doe ik 10% daarbij en 10% daarbij en uiteindelijk wordt er een zuivering gebouwd of een asset gebouwd en dan komt een elektrotechnicus of een werktuigbouwkundige komt bij me van ja, ik heb een pomp, je kan die kiezen of die kiezen, die is te klein, die is te groot, welke wil je? Nou, en dan maak je daar een soort best guess of een beste afweging. En dan is er een zuivering gedimensioneerd. En uiteindelijk maakte ik zelf ook de jaarverslagen. En de jaarverslagen, dan dacht ik van, hé, dat is gek. Ik heb hem voor zo groot gedimensioneerd. Ik zit er al bijna aan en toch functioneert die zuivering nog heel erg goed. Hoe kan dat nou? In mijn achterhoofd hebben dat je dus ook extra in het bouwproces, maar ook in de dimensionering, extra slagen had genomen. Maar goed, dat getalletje waar ik hem op had gedimensioneerd was nog steeds hetzelfde getalletje zonder die onzekerheden. Ja, dan voldoet die zuivering dus blijkbaar nog steeds.
als je dan weet dat er een onzekerheid aan een getal zit, moet je daar dan ook niet mee gaan rekenen en moet je daar ook niet rekening mee houden in je besluitvorming. Dat is eigenlijk waarvoor wij deze werkgroep ingezet hebben. Je maakt dus, waar wij nu heel vaak op vertrouwen is, op de expertise van de mensen die betrokken zijn bij de bouw van een asset of bij het ontwerp van de asset. En met dat er heel veel mensen nieuw aangenomen worden, maar ook heel veel oudere garden met pensioen gaan, vervalt er best wel heel veel kennis en kunde. En gebiedskennis is door de vergroting van de waterschappen, is die gebiedskennis raakt ook wel een beetje naar de achtergrond. Dus het wordt misschien tijd om het toch wel wat anders te gaan doen. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben een plan van aanpak gemaakt, of eigenlijk hebben we dat samen met het adviesbureau gedaan, om ons te helpen om bestaande prognoses die gemaakt zijn van zuiveringen, om die te bekijken als je de onzekerheden meeneemt, of je dan ook andere keuzes had gemaakt in het voortraject. Dus die zuiveringen die zijn al ontworpen, of die assets zijn al ontworpen, en we kijken of we met de data die ze toen hadden gebruikt, of je daar onzekerheden aan kunt koppelen, of je dan andere besluitvorming had genomen, dus een ander ontwerp. Nou, de laatste keer in het begin van dit jaar stond John Driessy hier te presenteren. Die heeft dit plaatje met jullie gedeeld. Als je een afvalwaterprognose hebt, dan heb je een aantal parameters waar je je afvalwaterprognose op stelt. En elk van deze parameters die hebben hun eigen prognose. Dat zijn die oranje stippellijntjes. Je hebt een bandbreedte waarin je bevindt. En elke bandbreedte heeft zijn eigen invloed. Maar ook elk getal heeft zijn eigen invloed. Dus het kan best zijn, zoals in het vorige webinar al bleek, dat eigenlijk de aantal inwoners een grote invloed heeft, of eigenlijk misschien wel de woonfunctie een grotere invloed heeft dan de aantal inwoners. Misschien is dat wel juist een parameter die je heel nauwkeurig moet gaan dimensioneren, omdat die de meeste invloed heeft op je prognosegetal. We zijn begonnen als werkgroep om RBCT Dordrecht te pakken. Wij zouden vervolgens Zaltbommel proberen te dimensioneren en vervolgens nog een wat meer landelijk gelegen zuivering, wat minder industrie, meer toerisme, eentje die bij Wedu Delta in het gebied lag. We zijn uiteindelijk alleen maar gekomen tot de case Dordrecht. En dat is het volgende plaatje. Het volgende plaatje moet ik mezelf ook eventjes verder doen. Anders dan. Het is niet de bedoeling dat jullie dit kunnen lezen. Het gaat mij eigenlijk om hoe ingewikkeld het is als je een zuivering gaat dimensioneren. Nou, in het vorige webinar kwam dat ook al voor. Ik heb opgeschreven 36 eigenschappen bij het CBS bekend die ze meenemen in het prognostiseren. Nou, volgens mij gebruiken wij in Kees Dordrecht geen 36, maar het is best wel ingewikkeld. Het adviesbureau heeft dit ontworpen. Die heeft dit in Excel gezet, een Monte Carlo-analyse eromheen gebouwd. Kennissessies georganiseerd binnen het waterschap. Vervolgens met de resultaten gepresenteerd aan de werkgroep. Toen kwam eigenlijk ons besef van, ja, dat is leuk. Nou hebben we dit zo ingevuld. Uit die sessies met de mensen van de waterschappen bleek eigenlijk dat we zelf de onzekerheden eraan koppelden aan de getallen. Van ja, hoe is de prognose van je groei? Ja, die is tussen de 80 en de 120% of zo. En dan, ja, maar dat is nou juist wat we niet willen. We willen juist niet die expert aan het woord hebben. We willen juist onderbouwde gegevens hebben van een CBS of van een, nou ja, van wat voor instantie dan ook. Maar niet juist die expert, die wil je er nou juist uithalen, omdat, nou ja, dan doen we dus wat we altijd hebben gedaan. In dit geval geldt dus, of heel vaak komt de uitspraak, meten is weten. En ik ben het niet helemaal eens met dat als je daar ophoudt met dat woordje. Je moet eigenlijk ook weten wat je meet. En als je dus niet weet wat je meet, hoe meet je dan? Dan meet je misschien wel helemaal het compleet verkeerde.
Uiteindelijk hebben we met het adviesbureau hebben we gezegd van ja, dit is dus niet wat we willen. Die inbreng van die experts, we willen die experts wel hebben, maar pas aan het eind op het moment dat we de besluitvorming doen. En niet als het gaat om hoe is de onzekerheid van een getal. Dus we zijn terug naar de basis gegaan. We hebben gekeken van kunnen we dat doen? Nou, toen moest het adviesbureau moest ook eventjes schakelen. Dat was best wel ingewikkeld. Dit was eigenlijk een beetje een teleurstellend voor ons als werkgroep. Maar er was ook positief nieuws, kan ik ook melden. De Monte Carlo analyse, dat leek goed te lukken. Dat ging best aardig. Alleen, je model is net zo goed als wat je erin stopt. Dus garbage in is garbage out. Hebben wij nou veel aan die Monte Carlo analyse gehad? Nou ja, eigenlijk dus niet. En waren we eigenlijk weer terug bij het begin. Hoe zit het nou met die onzekerheid van die inputgetallen? Doen we dat nou zelf of kunnen we nou iets veel beters dan wat die experts doen? Naar de volgende. Als je kijkt naar die onzekerheden, je hebt een aantal methoden hoe je die onzekerheden kunt ontwerpen of kunt aan kunt komen. Dat kan door extrapolatie van meetreeksen. Nou, daar heb ik rechts in beeld heb ik een Excel-faaltje gezet die wij zelf nog steeds ook gebruiken voor de toekomst. Dat is dat getalletje. Nou, je ziet daar een rare sprong in. Je stippenlijntjes. Dat is vrij onzeker over hoe je dat wil gaan doen. Als je nou kijkt naar, als je een denkbare boven- en ondergrens hebt van scenario's, dan kom ik op, dan moet ik even goed wijzen. Dat is bij mij altijd een beetje lastig, want dan moet je met links en rechts gaan werken. Dit is een plaatje, die heb ik goed gejat, is beter slecht verzonnen. Dus die heb ik van VBL en CPW heb ik vandaan. Die maken scenario's hoog en laag met een onzekerheidspluim eraan. Nou, dan heb je het al iets beter dan wat wij zelf al hebben. Dan kan je ook nog een beredeneerde onder- en bovengrens van varianten hebben. Nou, dat is dus eigenlijk wat er uit de Monte Carlo-analyse kwam. Dat is dit stukje. Hier hebben we gezegd van, nou ja, dit is de onzekerheid. Maar ja, dit is wat we zelf hebben beredeneerd. Dat is nou juist wat we niet willen. We willen niet die expertantwoord, maar we willen onderbouwde getallen. En dan kom je dus eigenlijk ook weer bij het CBS uit. Stadline, die heeft prognoses, bevolkingsprognoses en die doen dat met een zoveel procent betrouwbaarheidsinterval. En die hebben het dus berekend. En dat is eigenlijk volgens mij waar wij naartoe willen om goede data te gaan krijgen. Terug naar het begin uiteindelijk. Onze eerste aanpak hoe zit die samenhang van die gewenste zekerheid of hoe krijg je nou een gewenste zekerheid van een prognose en hoe hangt dat nou samen met de input? Wat betekent die bandbreedte nou op de doorwerking van een prognose? Je wil eigenlijk weten hoe dat nou zit en welke ontwerpkeuzes maak je dan? Kun je dan je keuze ook veel beter onderbouwen? Want het, misschien is zoals in het vorige webinar werd gezegd, we komen tot een prognose van 20%. Moeten we dan nog veel nauwkeuriger meten? Of onderbouw je je keuze beter? Want 20% is echt al best wel heel erg goed. Moet je dat gewoon niet vertellen van, nou, we weten, we komen niet verder dan die 20% en zo maken we de keus. Dat kan ook. Dan heb je het, dan laat je, ben je transparant in wat voor keus dat je maakt. Eigenlijk moesten we terug naar de tekentafel. We hebben uiteindelijk met het adviesbureau hebben we besloten om niet verder te gaan. We hebben besloten om als werkgroep het zelf verder op te pakken. Dat heeft wel een beetje vertraging opgelopen, omdat je wil dat goed afwikkelen met het adviesbureau. We hebben alle documenten hebben we gekregen. Maar we hebben besloten als werkgroep dat we
het in kleine stapjes gaan opknippen en eigenlijk in veel kleinere stapjes dan dat we in het begin hebben gedaan met het adviesbureau samen. En eigenlijk komen we, en dat zag je dus nu net ook in het vorige webinar, we weten als Community of Practice al best wel heel veel. We hebben al best wel heel veel contacten en daar willen we eigenlijk gebruik van gaan maken. Even kijken wat ik nog meer had opgeschreven wat ik wilde vertellen. Wat we eigenlijk willen doen is voor die bevolkingsprognoses willen we eigenlijk bij het CBS gaan kijken. We hebben al contacten binnen de COP met het CBS. We hebben een PBL is er, die heeft iets met macro-economie. En in de vorige presentaties is KWR ook al eens een keer heeft alles wat laten zien over hoe de drinkwaterbedrijven prognoses maken. En wij kunnen daar gewoon veel van leren en zij nemen ook onzekerheden mee. Dus wij hebben ons plan aangepakt en waar kom je dan op uit? We hebben eigenlijk besloten als werkgroep dat wij kiezen voor landelijk beschikbare data. En daarbij de kansverdelingen en de betrouwbaarheidsinterval te vallen. En je kan dan ook nog kiezen, en dat kwam net in het webinar ook voor verschillende tijdsintervallen. Hoe zeker, op wat voor termijn wil je? Wel, kijk je op jaargegevens of kijk je op uurbasis? Wij hebben aangegeven van laten wij nou eerst eens gewoon wat makkelijk beginnen. We gaan eerst toch kijken naar jaargetallen, omdat dat, het is al heel erg ingewikkeld. Ik heb we gaan ook kijken naar de kansverdeling en naar wat er is, naar de meest waarschijnlijke ontwikkelingen. Je kunt natuurlijk ook heel erg rekening houden met dingen die je niet kunt voorspellen. Ik kan mij herinneren van de presentatie van KWR dat die in één keer in hun drinkwaterverbruik een sprong zagen die ze nog steeds niet kunnen verklaren. Zoiets als COVID kun je ook niet verklaren, dus moet je daar dan ook rekening mee houden? Nou, dat doen we dan nog eventjes niet. Maar we gaan wel kijken naar wat we wel weten, wat er nu al beschikbaar is. Ik heb ook hier weer plaatjes, beter goed gejat dan slecht verzonnen, van CBS afgehaald. Hier zit leidingwaterverbruik, dat is gewoon af te halen van CBS. En dit is eigenlijk de prognoses en kansscenario's die ze hebben. Waterverbruik in Nederland in 2020, hoe die verdeling is. Het is ter illustratie, maar ook om te laten zien dat er veel meer is dan dat wij, wat ik in eerste instantie wist. Inmiddels hebben wij een eerste gesprek gehad met CBS. Dat was vorige week. Daar hebben we ook aangegeven, we willen eigenlijk ook gewoon naar die zuiveringskringen kijken. Dus we kijken niet op gemaalniveau of op rioleringsgebiedje, want dat is gewoon nog te ingewikkeld. Laten wij het nou eerst eens hebben over hoe zit dat nou op zuiveringskring. En dan is de, wat Mark al wist, dat is er al gewoon. Want er is een COVID-dashboard gemaakt en daar is alles al ontvlochten. Dus we hebben het op zuiveringskringen, is het al aanwezig. Ze kunnen daar al makkelijk aanpassingen aan doen. Dus wat hebben we afgesproken met CBS? We gaan kleinschalig aan de gang en er zit ook nog een groter bij, maar dat moeten we nog even regelen. Maar dit is wel wat we in gang gaan zetten. Dan hebben we een volgende vraag. Dit gaat dus puur over inwoners. Dat is het eerste. Het tweede gedeelte is over, wat doet die industrie nu? Industrie kan een heel groot aandeel hebben. Net kwam zuivering Bijlen voorbij. Jannie Aarde, ja, dat klopt. Zuivering Bijlen heeft veel industrie. Zal waarschijnlijk een grote invloed hebben op zuiveringen. En er zullen ook een aantal bij zijn waar dat niet voor geldt. Daar zal misschien toerisme een groot aandeel in hebben. PBL maakt al heel veel analyses over de macro-economie. Dit zijn tabelletjes die uit een rapport van hun komen, die gewoon vrij beschikbaar zijn. Waar ze hoog en lage groei verschillende scenario's hebben voor bepaalde sectoren. Maar zij hebben ook, zij doen ook nog iets met de bevolkingsomvang. En dat doen ze samen met het CBS en PBL. CPB.
Er zijn daar verschillende scenario's mogelijk. Verschil is wel, CBS kan terugkijken in de tijd. Behalve voor de bevolkingsprognoses, die mogen ze ook voor de toekomst maken. En verder rest mogen zij geen toekomstscenario's maken. Dat doet namelijk PBL. Dus ze hebben beide, CBS en PBL hebben beide unieke eigenschappen. Ze hebben unieke vaardigheden die ze hebben. En dat is ook zo geregeld dat ze mogen elkaar wel ondersteunen, maar ze mogen niet mekaars werk doen. Dat is misschien voor ons wel wat ingewikkeld. Aan de andere kant, misschien als we gaan samenwerken, komen we misschien wel tot iets wat wij heel erg graag zouden willen hebben. PBL, daar hebben we volgende week gesprekken mee, dus die zijn ook opgestart. Dus we zijn onderweg. Tenminste, voor zover we dat nu kunnen zeggen. Wat heb ik nog meer opgeschreven? PBL heeft bijvoorbeeld verschillende bedrijfstakken. Die kunnen we misschien wel koppelen aan watervragen of afvalwateraanbod. En dan kun je misschien ook prognostiseren wat de aanbod in de toekomst zal zijn. Dat zou misschien PBL samen met CBS wel kunnen. En dan hebben we misschien die laatste 20% misschien wel te pakken. Maar ja, dat weet ik niet. Misschien blijft het wel heel erg onzeker. Maar dan weten we dat ook. En dan kun je daar ook je uiteindelijke keuze op baseren. Wat vervolgens wordt stapje 2, of eigenlijk stapje 1b, want we hebben stap 1 opgesplitst in 2, is we gaan dus nu inventariseren welke data beschikbaar is, of dat moeten we dan samen met PBL en CBS doen. Kijken of we samen met de Pilot Data Science, of we daar wat mee extra mee kunnen doen. Je zult daar de kansverdeling dus voor die verschillende data moeten, voor die parameters kunnen vaststellen. Als we dat hebben en we kunnen daar wat mee, dan zullen we ook afspraken moeten maken met de bronhouders over of we dat kunnen blijven delen. Dus dat is een vervolgstap als we er wat mee kunnen, hoe je dat dan verder zullen inrichten, dat het dus niet een eenmalige actie is. Dan komt eigenlijk stap 2. We willen dan kijken of we dat kunnen gebruiken in een rekenmodel. Of dat Monte Carlo is of wat anders. Daar kom ik zo nog op terug. En dan gaan we eigenlijk gewoon die twee cases of drie cases weer gaan doorrekenen. Van ga je dan ook echt die andere keuzes maken? Of hoe werkt dat nou door? Want volgens mij is dat nog steeds wel de vraag. Kun je met die data science, dan heb je dus op 20% nauwkeurig. Maar maak je dan ook echt, stel dat je die onzekerheden meeneemt. Had je dan ook een andere keuze gemaakt? Of leidt het alleen maar tot meer begrip bij een bestuurder? Want kijk, als een zuivering te groot is, dan is dat vervelend. Dan heb je te veel investeringen gedaan. Maar is een zuivering te klein, dan heb je een investering gedaan en je moet gelijk weer investeren. Dan heb je echt wel wat uit te leggen. Dan heb je vaak meer uit te leggen dan als je het groot bouwt. Dat vind ik wel eigenlijk wel heel gek. Want eigenlijk heb je dan, nou ja, dat is meer wat er in mijn hoofd zit. Eigenlijk zou je bij beide hetzelfde moeten uitleggen, want je zuivering is gewoon veel te groot. Dan terugkomend op die modellen. In een gesprek met CBS kwam ook naar boven van, waarom gebruik je Monte Carlo? Je kan ook Markov-ketenanalyse gebruiken, KWR gebruikt Simdeum. Voor mij staat nog niet vast of Monte Carlo moet worden gebruikt of Simdeum of Markov. Volgens mij moeten we kijken naar hoe eenvoudig en overdraagbaar kun je een model maken. Dat wij dat ook, dat ik dat ook, als ik dat één keer per jaar gebruik, het ook heel makkelijk kan gebruiken. Of iemand die er wat meer in zit, het makkelijker kan gebruiken. Als ik Monte Carlo, de simulatie die we hebben gekregen van het adviesbureau, daar heb je een aparte add-in voor nodig. In Excel kan ook zonder. Voor mijn gevoel moet het iets wat simpeler systeem worden. Dus dat staat nog niet vast, maar laten wij eerst de gesprekken dus gaan opstarten met de verschillende partners. Dat is eigenlijk hoe wij er nu voor staan. Dus ja, aan de ene kant misschien een teleurstellend resultaat dat we nog niet verder zijn. Aan de andere kant, dit is volgens mij wel de weg die we moeten bewandelen. En als ik het vorige webinar beluister, dan denk ik dat we aardig weer bij elkaar komen. Terwijl ik voorheen een beetje het gevoel had dat we een beetje los van elkaar waren. En dat het convergeert weer. Dus ik word hier wel enthousiast van.
Super, Inge, dankjewel. Een prachtig verhaal van een reis inderdaad door de onzekerheid en waarin je zuiver bent in het afpellen van wat je nou wil. En daarin eigenlijk een iteratie doorloopt van nou, we moeten eigenlijk weer een stapje terug en daarin heel veel leert en nieuwe inzichten opdoet. Mooi en inzichtelijk, ook over de relevantie van die onzekerheid. Gelegenheid tot vragen, opmerkingen, suggesties. Kees, zit er in de chat nog het een en ander? Wel die vraagt of ook wordt gewerkt met scenario onzekerheden. Ik denk dat je daar uiteindelijk naartoe gaat. Als je hebt aangetoond dat je bepaalde parameters veel invloed hebben en een hele grote onzekerheid hebben. Ik kan me voorstellen dat er een parameter is of er een industrie bijvoorbeeld wel of niet komt in je gebied. Dat heel erg impact kan hebben op wat voor zuivering, op wat voor gemaal, op wat voor leiding je daar neer gaat leggen. Dus je zult daarvoor scenario's moeten doen. En dat is eigenlijk wat Monte Carlo ook doet. Die maakt ook scenario's, die analyseert een aantal scenario's. Dus ik denk dat je daar wel op uitkomt en dan is het uiteindelijk aan de besluitvormer hoe die daarmee omgaat. Want uiteindelijk is, voor mijn gevoel gaan wij niet een kant-en-klaar antwoord geven van en zo groot wordt die zuivering. Uiteindelijk moeten wij het besluit nemen, zo gaan we hem bouwen. En dit kan er fout gaan in het proces. En op het moment dat dat optreedt en je moet dat gaan uitleggen, dan kan je zeggen van ja, weet je, we hebben dit van tevoren aanzien komen dat hier een grote onzekerheid zat. Dus ik denk wel dat je daar naartoe gaat. Uiteindelijk. François, ga je gang. Ja, dankjewel voor het antwoord. Ik heb nog een kleine aanvulling op die opmerking van mij. Er is nu een Europese regelgeving in de maak, of die is er al, over het waterdicht krijgen van allerlei leidingssystemen. Dus ook drinkwater en riolering. Dus het is te voorzien dat op enige termijn, laten we zeggen 10, 20 jaar, dat het toch invloed gaat hebben op de hoeveelheid afvalwater die wordt aangevoerd. Dus is dat nou niet in te brengen dat we een beetje kunnen kwantificeren wat het voor een effect heeft? Dat kan een behoorlijk effect hebben op de kosten van de nieuwe zuiveringen natuurlijk. Dus wel belangrijk om een beetje te kunnen inschatten wat dat gaat betekenen als scenario. Ja. Het idee is dat we inderdaad onderscheid gaan maken in parameters, afvalwatercomponenten waar je wel invloed hebt als afvalwaterketenbeheerders. Dat is bijvoorbeeld rioolverlengd water of regenwateraanvoer. En parameters of componenten waar je geen invloed hebt. Bijvoorbeeld een nog zuinigere afwasmachine of wat dan ook. Oké, dan is het misschien een keer handig om na te denken over die scenario's. Want iedereen heeft veel gebruik van gemaakt, ook in de hele klimaatdiscussie. En ik denk dat het handig is om er toch een beetje werk van te maken. Dan kun je ook een klein beetje monitoren wat er aan het gebeuren is. En daarom verder anticiperen op wat hoger strategisch niveau. Ja, ja, dat is precies waar het om gaat. Want volgens mij, degene die uiteindelijk de zuivering ontwerpt, het ontwerpteam of de technoloog, wie dat dan ook maar het uiteindelijke finale antwoord heeft, die zal op het moment bij afwijking, zal hij zich moeten verantwoorden richting een bestuur. En als jij als projectteam kan laten zien dat er onzekerheid omheen zit, ja, dan moet een bestuur of een besluitvormer, die weet ook hoe onzeker dat is. Dus, je hebt gelijk. Ik denk dat inderdaad handig is. Inge, jij sluit je presentatie eigenlijk met de oproep, of tenminste met de constatering, als projectgroep gaan we vooral weer zelf aan de slag om een aantal stappen te doorlopen. Heb je daarin nog een vraag naar de COP om daarin mee te denken, in te stappen, suggesties te doen? Nou, op het moment dat dat er iemand is die een parameter heeft waarvan hij al zeker weet dat er welke onzekerheid daar aan zit en we moeten die meenemen en je hebt ook een betrouwbare bron daarvoor, meld dat dan, want dan kunnen we dat meenemen en dan kunnen we dat ook meenemen in het scenario. Kijk, wij gaan in ieder geval de test doen voor als we uiteindelijk alles hebben,
voor Dordrecht. Ik neem aan dat we Dordrecht nog steeds gaan doornemen. En kijken of we daar een ander besluit had kunnen nemen. Maar ik denk dat dat wel verstandig is. Dat als er bronnen zijn waarvan we ook weten wat de zekerheid of de onzekerheid is. Dat die gemeld worden. Want wij weten ook niet alles. Helder. Zijn er nog andere vragen? Want anders wil ik graag even kijken of Guy ook, die is online aanwezig. Maar eerst nog even Wim. Ja, ik heb een vraag. Galm ik heel erg? Of valt dat dit zo? Ja, we hebben natuurlijk nu al een prognose van een voorbeeld van een zuivering. Is het het idee om jaarlijks te meten en kijken van welke aannames hebben we gedaan en wat de afwijking daarvan bepalen en daarvan te leren. En op basis daarvan te kunnen zeggen van wat is de reden van de afwijking en daarmee dus kennis te vergaren welke, nou ja, waardoor er afwijkingen ontstaan in de aannames. Dus op basis van jaarlijkse metingen dat al lerende te bepalen. Daar heb ik er zelf ook wel eens naar gekeken. Ik weet dat in de jaarverslagen nemen wij vaak op wat het ontwerpgrondslag is geweest voor een zuivering of vorig maal. Terwijl ik weet dat er in het bouwproces vaak in het bouwproces dan wordt er een aanname gedaan. Dus die zuivering is vaak anders gedimensioneerd dan waar je hem voor hebt ontworpen. Dat klinkt heel raar, maar zo werkt het wel. Een betonbak die rondgebouwd moet worden, die kan maar met een diameter van zoveel worden gebouwd, omdat het anders niet aansluit. Dus dan wordt de bak groter of kleiner. Of een pomp kan alleen maar in die range of in die range. Dus je zou dat opnieuw kunnen gaan bekijken. Hoe groot is je zuivering nou werkelijk gebouwd? Of je pompcapaciteit, of je gemaal, of je leiding. En kun je dan ook monitoren of dat dan inderdaad klopt met wat je toen ontworpen hebt en waar je het toen op gebaseerd hebt. Ja, dat kan je natuurlijk altijd doen. En dan heb je misschien ook al een grote onzekerheid te pakken. Maar dan weet je nog niet waar die onzekerheid door ontstaan is. Dat is eigenlijk waar je, wat je wil voor de toekomst. Ja, maar wat ik eigenlijk meer bedoel is niet van het ontwerp van de zuivering, maar meer de aanvoer, aannames in de aanvoer. Ja, dat zou je nu ook kunnen doen. En dan, als je daar een analyse van hebt, dan zou je die kunnen terugkoppelen aan ons. Want dan kun je dus ook zien waar dat die onzekerheid zit. En dan moeten we dus alsnog gaan zoeken waar kunnen we dan een zekere bron vandaan halen waar dus ook die onzekerheid bij zit. Want daar gaat het uiteindelijk om. Die hebben we vaak niet. En dat zie je ook bij het project van Melle. Ze hebben 36 parameters waarvan ze de prognose ook weten. Er zijn er waarschijnlijk wel veel meer parameters die je kunt gebruiken, maar daar hebben we geen prognose van. Dus dat is een beetje het lastige. Ja, want mijn ervaring is dat bijvoorbeeld bedrijfsafwater zijn hele sterke aannames en die wijken ook heel sterk af van wat we aannemen. Daar heb je er al één van. Sterker nog, je denkt dat ze wat gaan bouwen en een half jaar later stort de markt in en dan ligt in één keer een bouwstop. Dus daar kunnen wij niet op ontwerpen. Maar je zult er toch wel wat mee moeten. Dus dat is heel ingewikkeld. Dat is een onzekerheid die misschien wel 50% is. Hoe doe je dat dan? Ja, dat is een keus die je die je moet meegeven aan een bestuur om een besluit te nemen. Volgens mij is dat de boodschap die je de besluitvormers meegeeft. Helder, mooi. En toont ook aan hoe relevant dit project is binnen het programma Afvalwaterprognoses.